Hallo allemaal, welkom in deze livestream. Volgens mij gaan we weer knikkeren. Het was vorige keer dan blijkbaar heel goed bevallen bij iedereen. En het lijkt mij ook hartstikke leuk om met z'n allen te gaan knikkeren. Hallo Sabrina, hallo Kevin. Gezellig jullie te zien in de chat. Sowieso. En hallo Bonnie. Gezellig. En een nootjesbon 21 ook. Hallo. Deze baan waar we nu naar kijken. Deze heb ik helemaal zelf gemaakt. Het is nog steeds avondoor. Meneer Haagse Hop. Het is nog steeds avond. Je kan inderdaad al uitroepteken join doen. En dan worden je marbles er automatisch bij neergezet. Ik zal eens even kijken of ik de namen automatisch aan kan zetten. Zo. Dan gaan we de naampjes zien. Kijk, daar hebben we Bonnie en we hebben Kevin. Wat een gezelligheid. Ik heb hier al aanstaan. We hebben 12 checkpoints in deze baan. Deze baan heb ik zelf gebouwd. Jawel. Dus wat dat betreft. We hebben eerst een waterval met mooie draaibeltjes. Over naar een trechter die ons lekker mengt. Op deze helling kan je een booster te pakken krijgen en schiet je vooruit als maar het geluk daar is dat deze draaispinners de goede richting uitstaan. Helemaal afgeremd schiet je omhoog en val je terug naar de algemene lift waarop je vervolgens je weg vervolgt door een stuiterparcours van spijkers en flipperkastflippers. Dan hebben we de paddenbos. Heel gevaarlijk, want je kan blijven hangen als je een beetje pech hebt. En uiteraard heb je weer boosters door de vuurbaan heen waar ook weer obstakels vindbaar zijn. Als wel als de rest van de flipper elementen. Heb je een lelijke bal? Ja, ik weet niet welk land dat ook alweer is. Maar ik zal even die camera's even wat langzamer zetten. Want het gaat wel een beetje heel erg hard. Zal ik eens even jouw roze maken? Zo. Tadaa, nou ben je roze. Nou, nootjesbon zal ik anders ook al een leuke skin geven. Beetje oranje, zo. Daar hebben we leuke kleurtjes erbij, juist. Wat een gezelligheid. Zo, ik geef iedereen nog even kort het moment om nog te joinen. En dan gaan we over enkele ogenblikken starten met de run. Ja, ja. We hebben 5 rondjes, alvorens we de winnaar gaan weten. Dit is de finishline waar je ook weer de nieuwe ronde begint. Hey, Phoenix. Welkom in de stream. Gezellig. Hey, dank je voor de follow, Phoenix. Wat een gezelligheid. Daar gaan we dan. Iedereen klaar voor de start? Ik hoop het wel. Aftellen, daar komt ie. En poef. Daar gaan we dan. We zijn met z'n allen los. Haagsopje gaat nog wel eerst, maar Phoenix heeft daar niet zoveel trek in. En die gaat er gewoon voor. In deze spinner kan iedereen tegen elkaar aan botsen. En je zal maar net als eerste of als laatste erin vallen. Maar Phoenix neemt de leiding op dit moment. De rest blijft hier een beetje stuiteren tegen de spinners aan. Ik zei al, het is een gemene spinner om tegenaan te klappen. Phoenix heeft als eerste de lift te pakken, gevolgd door Bonnie en de rest. Jawel. Zo te zien zit Haagshopje en Bonnie naast elkaar in de lift. Lekker gezellig in dezelfde wagon. Gevolgd door de rest en Sabrina zit in de up. Phoenix daarentegen, die heeft de voorsprong op dit moment. We gaan eens kijken hoe lang hij die voorsprong gaat vasthouden. Hij of zij trouwens. In ieder geval een mooi licht paarse bol. Deze flippers zijn gemeen. Als je er tegenaan komt, dan word je natuurlijk weggeschoten. Net als een echte flipperkast. Dus dit kan erg lang kan je blijven hangen op dit gebied. Maar het kan er ook voor zorgen dat je ineens toch er tussendoor weet te vallen. Ja, en dan ga je weer verder. Oh jee. Oh jee. We hebben een hanger. Phoenix zit vast. En Haagshopje, oeh! Phoenix wordt automatisch gedisqualificeerd als hij blijft hangen. Wie weet, in de volgende ronde schiet hij los. Daar gaan ze, de rest. Attention, gaat nu de leiding nemen, lijkt wel. Want gewoon Kevin, die is achtergelopen, inmiddels.
Dat gaat krapjes, dat gaat krapjes. Wie oh wie? Wie wordt het? Bonnie staat nu eerste en Tension tweede, Kevin derde. En dat gaat goed strak afwisselen. Alleen Bonnie heeft zin om de eerste plek te behouden. Dus wat doet ze? Die gaat gewoon gelijk het gat in. Die gaat geen rondje draaien. En dan op de lift naar boven. Als ik eventjes kijk hierboven, gaan wij over naar deze mooie grasbaan. Deze grasbaan bevat verborgen flippers. Maar heeft ook wel een leuke helling erin zitten. Dus het is een behoorlijk tempo naar beneden. Waarop vervolgens op deze bananenstuk zullen terechtkomen. Waar je kan blijven hangen. Maar volgens mij hebben we hier twee mensen die zijn blijven hangen. Nootjesbon, wat doe jij nou weer? Zit je vast hier in de vuurpit? Oh jee. Oeh, dit wordt krapjes. Wie heeft al een idee dat ze gaan winnen? Heeft iemand al een idee dat ze gaan winnen? Ik heb geen idee. Nou, Nootjesbon, je zit nog wel vast. Wie weet als de volgende ronde langskomen dat ze je eraf tikken. Vandaar dat ik 5 rondes heb gedaan. Oh, iedereen gaat netjes gladjes langs de banaantjes. Kevin duurt er alleen wat langer over om er langs te komen. En Haags Hopje ook. Terwijl de rest al inmiddels in de volgende ronde begonnen is. Waar Bonnie op dit moment als eerste staat. Gevolgd door Sabrina en Attention. Als we eens even Bonnie gaan volgen met de close-up camera. Dan zie je dat ze wel erg de best doet. Maar dat Attention dacht van ja, Kevin, niks schelen, ik ga er gewoon langs. Al heeft Sabrina daar weer echt gewoon scheid aan. En die klapt gewoon vol erbovenop en denkt ik ga gewoon inhalen. Wat er nou gebeurd is met haar skin, Joost mag het weten. Want volgens mij had ik die net roze gemaakt. Ach ja, zien we dan wel weer. Jawel, even kijken. Waar is Haagshopje? Inmiddels ook in de lift. En Kevin? Die komt eraan. Die loopt wat verder achter. Nou ja, we gaan het zien. Maar we gaan in ieder geval terug naar Sabrina, die op dit moment op eerste plaats staat in de flipperkast. En als ik zie, dan gaat ze vol tegen Phoenix aanbotsen. Heeft dat alleen geholpen? Ja, Phoenix is weer los. Die rolt weer mee. Wat een gezelligheid. Sabrina echter is al bijna onderaan. Bonnie zit wat verder omhoog en Phoenix zit precies in het midden. Maar we moeten wel rekening houden. Phoenix moet een hele ronde afleggen om weer bij te benen met de rest. We gaan het zien. Goed, camera loskoppelend. Nootjesbon zit nog steeds vast in de bosjes. De rest volgen vanzelf. En Sabrina zit als enige in de pit hier nu. Maar, de rest komt eraan. Hop, daar gaan ze. Sabrina gaat al gelijk het gaatje in, gevolgd door Bonnie, die er heel erg rap achteraan wil. En Phoenix ook. En zo te zien is Haagshopje vastgelopen in het bos. Hoe krijgt hij het voor elkaar om precies te blijven liggen op precies een paddenstoel? Hij heeft wel voor elkaar gekregen. Nou, wie weet komt hij de volgende ronde weer bij. Dit is echt zo'n kaart waarin je niet vast wil komen te zitten midden in de baan. Echter geeft wel altijd de kans dat je weer loskomt. Dus dat is dan wel weer mooi in plaats van uit de baan schieten. Dus als ik in school ga kijken, zit iedereen in de lift. Behalve de vastlopers. En als ik zo zie, is Sabrina op dit moment nog steeds eerste plaats. Gevolgd door Bonnie, Brouwer en Attention. Phoenix moet nog een hele ronde afleggen. Vandaar dat we hem niet bijkomen op de kaart. Al is hij wel zesde plaats in plaats van zevende. Als ik zo eens kijk, iedereen is lekker aan het stuiteren. Sabrina is nu door de bananenbar heen aan het rennen. Gevolgd door de finishlijn, waar zij nu weer een nieuwe tijdklokje aandrukt voor de derde ronde. Als je dan zo op een afstandje kijkt, dan zie je dat iedereen eigenlijk wel vlak langs elkaar gaat. Bonnie en Sabrina zijn met elkaar aan het bekvechten wie er het eerst gaat, het gaatje in. En de rest komt er natuurlijk gladjes achteraan. Al moet ik zeggen dat Kevin nog wat moeite heeft bij de flipperpunten, boven in het groene gebied. Maar daar komt hij vast wel verder. Attention is in ieder geval door de finishlijn heen gekomen. En Kevin is in de bananensplit aan het roeren om vervolgens ook bij de finishlijn terecht te komen.
En als ik dan zo eens kijk, dan zie ik toch wel dat we voorsprongen maken. Ik zie wel dat Bonnie enorm veel vertrouwen in zichzelf heeft en echt wil winnen. Nou ja, wie weet, ze staat nu wel eerste op dit moment. Dus dat is zeker een dingetje van aandacht. Die nootjesbon zit nog steeds te wachten op een zetje in het vuurpitje. Hij had wel al haast op je, wie weet. Komt hij zo meteen los. Daarentegen zie ik dat gewoon Kevin de lift instapt voor de volgende onderdeel van de ronde. Maar als ik zo eens kijk, is Sabrina nog steeds degene samen met Bonnie die doorgaat. Oh, Phoenix, wat doe jij nou? Val je van de trap af? Dat is niet best. Dat is echt pure pech, hé. Maar goed, als ik zo eens kijk, Sabrina gaat nu eindelijk langs. Maar nou is de vraag, gaat ze haar hopje losstikken of laat ze hem stikken? Ze laat hem stikken! Oh jee, en wat gaat Bonnie doen dan? Ja, Bonnie komt er tegenaan. Bonnie bevrijdt haar hopje van zijn benarde positie. Nou eens kijken of we allemaal los gaan komen. Is Bonnie echt zo vriendelijk? Oh, Bonnie heeft zichzelf opgeofferd. Bonnie staat vast. Haags Hopje heeft wel Nootjesbon losgetikt. En zijn nu weer verder onderweg. Dus we hebben de absolute eerste persoon. Maar op dit moment is Liz Sabrina. Dus we gaan het zien. Hallo, Phoenix. Gezellig dat je erbij bent. En zo is iedereen aan het stijgen weer opnieuw in de lift naar de volgende ronde. Even kijken, hoe zit het met de rest? Kevin is nog steeds aan het ronddraaien. Die helpt zijn medespelers niet los. Bonnie daarentegen zit nog vast. Phoenix is bezig met draaien. Wow! Lisanne Vianna, dankjewel voor de follow. Attention, wat ben je aan het stuiteren hier, man? Je hebt net niet genoeg momentum gehad om door te komen. Dus ik vermoed dat er iemand tegen je aan is geklapt. Laten we nou eens even gaan kijken bij de eerste speler. Die is alweer bij de nieuwe finishlijn in de buurt. Ze is aan het backvechten met bananen in de bananenbar. Maar gaat nu wel richting de finishlijn. Waarop gevolgd door Kevin die in de lift staat. En Bonnie op de derde plaats die nu inmiddels vast is gelopen. Nootjesbon is echter wel weer door de finishlijn heen geklapt voor zijn volgende ronde. En als ik dan eens even ga kijken naar de eerste plaats. Sabrina is uit de baan gevallen. Wat gaan we nou toch eens krijgen? Wat heb je nou weer gedaan? Hallo, Lisanne Vian. Gezellig dat je ook meepraat in de chat. Haags Hopje, Phoenix en Kevin en Nootjesbon zitten nog in het spel. Bonnie zit vastgelopen op de baan nog steeds. Attention zit een beetje rondjes te huppen. Die weet even niet meer waar die heen wil. Oh jeetje toch. Wat een gebeuren. We zitten wel al in de ronde 4. Dus we gaan zien wie verder komt. Sabrina staat nog steeds als eerste gemarkeerd. Alleen vermoed ik dat zometeen al snel vervelende tijd wordt. Want ze is aan het wegronden van de baan. Kevin daarentegen gaat die leiding overnemen, want die is nog niet vastgelopen in de baan. Wel eens wat langzamer dan de rest. Hoe het bij mij is, op dit moment fantastisch. Want we zitten natuurlijk met z'n allen lekker te knikkeren en dat vind ik altijd wel leuk om te doen. En over het algemeen gaat het wel. Ja, zeker. En hoe gaat het met jou verder, Lisanne en Vianne? Terwijl wij rustig Kevin aan het volgen zijn. En Bonnie nog steeds stil ligt op de baan. Attention is nog aan het stuiteren. Oh, nou is het mooi om te horen dat het goed met je gaat. Zekers. Haags Hopje rolt nog steeds. Phoenix is in de lift. En Nootjesbon is net bovenaan de lift. Dus als we even gaan kijken. Kevin zit al op de lift ook naar de rest toe. Maar staat wel op de eerste plaats op dit moment. We gaan het zien of hij het volhoudt. Wow, stuiter, stuiter. Jawel, ze gaan wel. Ik ben benieuwd of een van de medespelers Bonnie losmaakt in haar benarde positie in de paddelwereld. En of iemand misschien attention net die tik geeft die hij nodig heeft. Kevin is de enige die dat nog kan. Op dit moment. En hij geeft wel een tik aan attention, maar het is weer niet genoeg. Oh, 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 oh. Maar volgens mij heeft Bonnie een buurman gekregen.
Of buurvrouw, uiteraard. En Kevin denkt, laat ze maar lekker stikken. Ik ga er gewoon langs. Door de baan heen. Jeetje toch. Kevin neemt wel de leiding en eerst stond hij heel erg ver achteraan. Hoe is het mogelijk? Zo zie je maar weer dat in één knikkerpotje zo de dingen kunnen veranderen. Dus even kijken. Gaat hij normaal de lift in? Ja, hij gaat normaal de lift in. Dus eigenlijk hebben wij, zo te zien qua beweging, nog maar 3 actieve knikkers. Waar Sabrina is gebleven, die is ergens in de oerknal verdwenen aan de zijkant van de kaart. Die dacht, ik neem de benen. Nou, waar ken ik dat nou van? Maar goed, laten we eens even kijken wat de rest gaat doen. Haatsopje is aan het stuiteren. Die had een kleine vertraging natuurlijk in de kaart. Maar wie weet volgt hij netjes door. Want ja, je weet maar nooit of Kevin blijft hangen ergens. Dat weet je echt nooit. Maar Haatsopje gaat vooruit in zijn vierde kaart. In de vierde ronde. Gaat hij de vierde ronde in? Althans, dat is de vraag. Jawel, hij is door de bananenbar. Zo door naar de volgende ronde. Hij loopt op dit moment 2 minuten 37 achter. En Notjesbon 4 minuten 48 loopt hij achter op de leidinggevende. En dat is Kevin op dit moment. Jawel. Haagshopje heeft wel inmiddels Sabrina ingehaald met de rondes. Dus dat is al heel wat. En Kevin gaat weer dwars door de finishlijn heen. Nog steeds op de eerste plek. Het is toch wat. En op Haagshopje gevolgd met Nootjesbon erachteraan. Gaat Kevin er ook weer achteraan. Die is onderweg naar beneden. Zo door naar dezelfde lift als waar de rest in zit. Terwijl Attention hier nog steeds aan het stuiteren is. Wat is hij toch aan het doen? Ja, kijk, weet je, ik heb vorige keer de baan een beetje geholpen. Toen werd er gevraagd, doe dat niet, dus ik blijf lekker van die baan af. We gaan zien of een van de twee vastklevers in het paddobos nog los gaan komen. Want het ziet er naar uit dat ze een beetje vastzitten hier beneden. In ieder geval, de rest is inmiddels onderweg. Nootjesbon heeft de inhaalslag gestart. Echte Haagstopje blijft daar nog voor zitten. Ik kan de flippers bedienen trouwens. Maar goed, even kijkend zien wij dat iedereen hier beneden komt. En Attention net niet de duw krijgt die hij nodig had. Eens kijken, komt een van de twee hier wel los dan? Dat is dan weer ook de vraag. Nee. En nog een keer een nee. Maar gewoon Kevin was onderweg. Oh jee. Oh jee, we hebben een twist. Kevin zit hier achter de bosjes verstopt. Die durft niet meer. Dan hebben we nog 2 bewegers in de kaart over. Maar Nootjesbon is ook vastgeslagen. Die zit weer lekker gebakken in het vuurtje. Oh jee, we hebben nog maar 1 bewegende marble. En dat is Haagshopje. Zou dit de twist zijn? Zou dit de twist zijn? Zou Haagshopje de leiding over gaan nemen en gewoon de hele kaart vrij spelen? Dat is nu de vraag, hé. Dat zou wat wezen. Dat zou echt wat wezen. Maar goed, we wachten even tot Haagshopje boven is. Kan even een paar secondjes sturen. En dan gaan we eens kijken of hij in de ronde gaat wat nodig is. Of dat hij de finish maakt. Want dat is de vraag. Loopt hij nog een ronde achter of juist niet? Ik denk het wel dat hij nog een ronde achter loopt. En als dat zo is, dan heeft iedereen nog een kans om bij te komen. Want ja, Haagshopje kan overal klem komen te zitten. Hé. Maar goed, hij gaat dwars door de bananenbar heen. Waar er genoeg bananen in de schaal liggen. En dan gaat hij zo dwars door de finishlijn heen. Waarop hij vervolgens weer omhoog schiet. En de tijdklokje vastpakt. Dan gaan we eens kijken wat hij voor de rest gaat doen. Kevin zit in ieder geval nog vast. Sabrina ligt ergens stil. Ver van de kaart af. Dan hebben we de Nootjesbon. Die zit vast in het vuur. Bonnie zit nog steeds vast in een paddenstoel. Attention zit aan het stuiteren. Wat hij aan het doen is, Joost mag het weten. En Phoenix zit ook vast achter een paddenstoel. Dus we zijn nu allemaal echt met smart aan het kijken wat Haagshopje gaat doen. Gaat hij de mensen losmaken? Of gaat hij toch rechtstreeks naar de finishlijn? Want dat zou betekenen dat hij mag draaien aan het wiel. Jawel. Dit keer heb ik gezorgd dat we altijd een prijsje hebben aan het einde van een knikkerbaan. Jawel. Als iemand wint, dan mag hij draaien aan het wiel. En dat gaat bepalen of hij een extra set punten krijgt. Deze punten schrijf ik op.
terwijl we wel aan de stream zijn. En aan het einde van de stream schrijf ik die punten bij. Deze punten kan je gebruiken in de widget onder de stream. Voor eventuele geluidsfragment of voor een ander fysiek item. Want als je in Nederland of België woont, kan je ook een fysieke prijsje kan je claimen als je helemaal genoeg punten hebt. Ook als je gewoon alleen maar meekijkt, spaar je vanzelf punten op. Dus ja, wie weet heb je ooit het voor elkaar om een fysiek prijsje te winnen. Attention wordt achterwege gelaten, want Haagschopje denkt, ik wil gewoon die prijs winnen. Dus Haagschopje is aan het racen langs de paddenstoelen. In de hoop dat hij zelf niet vast komt te zitten natuurlijk. En laat iedereen gewoon voor wat het is. Schiet overal langs. Oh. Wat gaan we eraan doen? Nou, helemaal niks. We gaan gewoon doorracen. Hup, zo. Rechtstreeks in de glazen plaat. De glazen mengpaneel. Gelijk door naar de lift. Want ja, de winst is in handbereik. Dus dat gaat hij dan ook doen ook. En wat ik zo zie, niemand beweegt. Dus iedereen ligt nog steeds vast. En Sabrina heeft de benen genomen. Die is gewoon lekker weg van de kaart weggegaan. Die denkt, ja, ik pak de volgende ronde wel weer mee. Ik heb er geen zin meer in. Dus laten we eens even kijken wat we eruit gaan krijgen. Want op dit moment lijkt het erop dat Haagschopje onze prijs gaat winnen van deze map. Jawel, dat gaan we nu eens even mooi zien, hè. Dat gaan we mooi zien. Zit hij in zijn vierde ronde of is dit zijn vijfde ronde? Dat is de vraag. Hij ziet er wel even heen en weer aan het stuiteren. Dat is natuurlijk altijd de vraag. Blijft hij eeuwig stuiteren of gaat hij door naar de finishlijn? Nee, hij gaat gewoon door naar het fruitige fruitcafé. Zo door de bocht heen. Jawel. Naar de finishlijn. Waar er confetti spuit. Dus we hebben volgens mij een hartstikke harde winnaar. Over enkele seconden worden mensen gedisqualificeerd die nog niet de finishlijn hebben gehaald. We gaan het zien. Dat is over enkele ogenblikken de mogelijkheid. Terwijl we ondertussen doorkijken naar Haagschopje die ijverig lekker doorgaat door de hele baan heen. Maar we hebben een winnaar hoor. We hebben een winnaar. We hebben Haagschopje. En de rest is gedisqualificeerd voor het blijven hangen in de baan. Is Haagschopje nog aanwezig in de chat, is dan de vraag. Jawel, hij is er nog. Dat is helemaal tof. Dan ga ik hier eens even rustig de escape button indrukken en een beetje uitzoomen. Want dan gaan we naar het wiel. Jawel, wij gaan naar het wiel toe. Maar daar heb ik natuurlijk weer geen snelkoppeling voor gemaakt. Dus doe ik het even met de hand. Jawel, we gaan naar het wiel toe. Ik zal even de achtergrondherrie even wat minimaliseren, zodat ik nog gewoon verstaanbaar ben. Dit is het wiel. We gaan voor jou draaien en kijken wat we eruit gaan halen. Dan kan ik gelijk even optie 2 proberen of die gaat spinnen, ja of nee. Jawel, hij gaat spinnen. Wat gaat hij winnen vandaag? Gaat hij niks winnen? Gaat hij wel wat winnen? Wat gaat hij in dit potje winnen? Oeh, niet de jackpot in ieder geval. 7. Oh, ga alsjeblieft naar 5 dan. Ga naar 5 dan. 5? 5? Ja, hij is 5 volgens mij. Jawel, hij heeft 25 BC points gewonnen. Ik zal het gaan noteren. 25 stuks. Zodat hij de volgende keer mee kan doen met 25 extra punten natuurlijk. En die kan hij altijd in het winkeltje gebruiken beneden. Goedenavond Flapdrollen123. Die zegt GG. Dus inderdaad een groot feestje voor onze grote vriend Haagschopje. Terug naar het spel toe ga ik een andere kaart laden. En ik had een hele leuke kaart in gedachten. Jawel. Ik zag hem staan. De Squid Game Marble Race. Ik kwam hem tegen in de workshop. En dat leek me hartstikke leuk om te doen met z'n allen. Het is een vrij grote map, dat wel. Maar het is een elimination gebaseerde race. Het is gewoon één ronde. En ja, als je in een van die kisten belandt. Ja, dan weet je al. Als je Squid Game ooit op tv gezien heeft. Dan weet je wat die kisten betekenen. Dat betekent gewoon, je bent hartstikke af.
Inmiddels kan iedereen over een enkel ogenblikje join uitvoeren. Als het goed is kan ik iedereen alvast inspannen. Jawel. En ik moet als het goed is weer de names aanzetten. Ja hoor, kijk eens. Daar is iedereen. En daar is ook iedereen. En daar is ook iedereen. En daar is ook iedereen. Wat leuk. Iedereen zit erin, volgens mij. Even kijken. Ja hoor, flapdolle. Haagsopje. Ik zal even de stream overlay aanzetten. Dan zie ik even hier. Zie je je naam er nog niet bij staan? Vergeet niet gewoon de join in te drukken. Want anders heb je toch echt een probleem. Daar doe je niet meer mee. De computergebaseerde tegenstanders zijn er ook nog. In dit geval. Dat ga ik eens eventjes fixen. Dat doe ik door even de escape in te drukken en de race mode zo dadelijk aan te zetten. We doen één ronde en dat is de ronde waarmee we het doen. En dan zeg ik start race. En uiteraard zet de computer weer alles erbij. Wacht even, dat gaan we even anders doen. Kunnen we die niet even annuleren? Einde race, ja, dat kunnen we annuleren. Prullenbak, dat ga ik even anders doen. Wij hebben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oké, okay, default skins. Zal ik eens even deselect all doen. En dan even... ik heb gewoon een setje random geselecteerd nu voor alle marbles. Wat deze marble skins betreft, dat is een ander verhaal. Maar goed, ik ga hem hier even lekker op 10 neer. Hier ook naar 10. Hier ook naar 10. En hier ook naar 10. Als het goed is... 1, 2, 3, 4, 5... Nou, zou dit goed moeten zijn? Hooguit één computer die er tussendoor zit. En ik had gelijk. Op twee computers na. Maar goed. Twee computers tegenstanders is niet erg. Iedereen heeft vier knikkers in dit rondje. Dus we gaan het zien. Wie gaat er doorheen komen? We worden in ieder geval lekker gemengd. Aan de linkerkant zie je alle statistieken. Van wie er allemaal... ja, eerste, tweede, derde, vierde, et cetera staat. Op dit moment staan wel onze medespelers redelijk hoog. Dus we zijn lekker rustig omhoog aan het gaan in de baan. Als een computer wint trouwens, ga ik naar de volgende speler kijken die de finish bereikt heeft. Dus de tweede plek. Net zolang tot ik iemand heb die wel gewoon meeknikkert in de baan natuurlijk. En Sabrina, je bent oranje zo te zien. En heel veel andere kleuren. Iedereen heeft gewoon random knikkers. Ik kan even kijken een keertje of ik de knikkers van tevoren in kan spannen. Maar dan kunnen we geen race houden, want bij de race kleurt die jouw knikker. Iedereen gaat hier door de cilinder heen naar de eerste beproeving. En dat is als je niet hard genoeg gaat, dan val je in een van de gleufjes. En dan ben je af. Dat is erg vervelend hoor. Dat is echt erg vervelend. Dus een heel hoop spelers vallen hier al af. En degene die het halen, die gaan door. En dat is even kijken. Phoenix zie ik hier, Flapdrollen, Bonnie, Haasopje, Sabrina zie ik meerdere keren langs lopen. Zie ik daar ook nog een Kevin? Ja hoor, een Kevin zie ik ook. Bonnie zie ik meerdere keren doorkomen. Daar zie ik nog een Kevin langskomen. Dus iedereen heeft wel wat knikkers nog over. En dan komen we bij de volgende. Nou, red light, green light. Wie kent het niet? Ga je te hard? Ben je af? Zo simpel is het. Dus we gaan het zien. Wie gaat er winnen en wie niet? Als je te hard aankomt zetten, dan ga je van de glijbaan af. Zo, en dan ben je gewoon af. Dus het is heel simpel. Te hard is af, te zacht is door. En zo te zien vallen er een paar af. Jawel. Er zijn er een paar afgevallen, hè? Ja, we hebben een paar verliezers ertussen zitten. Die een knikker verliezen van de baan af. En dat is Phoenix, Bonnie, Sabrina en... dat zijn ze. Phoenix heeft wel heel veel pech, hè, bij deze. Hij heeft drie knikkers verloren in deze wedstrijd. Heeft hij er überhaupt nog één? Jawel, hij heeft er nog één. Er zit er nog één in, jongens. En Flapdrollen zit er ook nog in. Leuke naam trouwens. Bonnie zit er ook nog in met meerdere knikkers. Sabrina heeft er nog maar één en neemt de lead op dit moment.
Oh. Maar als ik zo eens kijk, dan zie ik toch echt dat er goed gesplitst wordt. En dan gaan ze allemaal door naar de trappenhuis. Nou, wie kent het niet? Het trappenhuis in de originele Squid Game. Hier zit hij ook in. We gaan lekker trap lopen met z'n allen. En als het goed is, gaat dat vanzelf. Hierin kan je volgens mij niet verliezen. Het is gewoon een trap die rustig naar boven loopt. Al zeg ik dat wel zo makkelijk. Waarom zit hier een druppel in het midden van de kaart? Nou ja. Sabrina is hier in de up op de trap, gevolgd door Flapdrollen. Die gaat erachteraan. Maar dit is toch wel erg leuk gemaakt, moet ik zeggen. Door de maker van deze kaart. Het zijn eigenlijk allemaal trappen, net zoals je die bij de originele Squid Game ziet. Dus we gaan het zien. Iedereen loopt in ieder geval rustig de trap omhoog. Kunnen we ondertussen de stand door bekijken. En dat is Liz Sabrina op 1. Een computer op 2. Flapdrollen staat op 3. Ik zie Bonnie Brouwer, Nootjesbom, Haags Hopje en zo erachteraan. Kevin zit ook nog steeds in de baan, als ik het goed heb. Jawel, ik zie hem staan. Hij heeft in ieder geval 1 knikker in de baan zitten. Dus dat is een goed teken. Helemaal boven, dadelijk, gaan wij weer op deze baan naar beneden. Waar je mag hopen dat je niet precies aan komt zetten als deze plaatjes verkeerd staan. Want dan word je tegengehouden en rem je af. Op die manier krijg je weer voorsprong. Dus we gaan eens even kijken. De laatste trap wordt belopen door de deelnemers. Sabrina rechts, nummer 40 links. Wat we in het beeld zien althans. En zometeen gaan we lekker touw trekken. Wat dit inhoudt is eigenlijk heel simpel. Als je hier tegen elkaar aanbotst, heb je geluk. Doe je dat niet, heb je de kans dat je ernaast valt zo regelrecht in de verliezerskant. 40 en Sabrina gaan tegelijkertijd tegen elkaar strijden hierin. Dus we gaan eens kijken of zij ook doorgaan, ja of nee. Want zo te zien gaan ze niet tegelijkertijd de lift in. Oh, dat moet maar goed gaan. Ze gaan met z'n allen naar boven toe. Ons de beurt naar boven toe de lift in. En de rest komt er nu achteraan. Dus dat is ook een mooi nieuwtje. En we gaan eens kijken wie er doorgaan. Gaat Sabrina permanent de baan uit? Of juist niet? Hey Kevin, je oude knikker komt er achteraan, joh. Ja, Sabrina is eliminated. Die valt in de doos 40 ook, helaas. Maar Haags Hopje doet precies hetzelfde. Die denkt, ik ga er gewoon achteraan. En Flapdrol ook. Uh-oh. Ze moeten wel tegelijkertijd gaan. Want anders botsen ze niet tegen elkaar aan. En dan gaan ze er gewoon overheen. Dit is een hele gemene elimination race. Maar het ziet er naar uit dat we nu meerdere achtereenvolgend hebben. En we hebben in ieder geval 1 iemand die mee wil doen. En dat is Bonnie, Nootjesbom, Kevin. Die zitten er nog wel in, sowieso. Dus die zitten nog nek aan nek in de race. De rest hebben tot nu toe helaas zichzelf weten te eliminaten. Dus we hebben nog maar een paar spelers in de baan. We hebben Nootjesbom, Bonnie Brouwer en gewoon Kevin. Wie weet gaan die deze baan wel halen. We gaan het zien. We gaan in ieder geval ondertussen weer terug naar het mengstuk waar alle knikkers weer samengevoegd worden tot 1 baan. Nou, Kevin en Bonnie gaan tegelijkertijd. Die zijn echt gewoon identiek in de lift aan het gaan en identiek door de baan heen aan het gaan. Hoe vind je die? Dat is wat. Gaat lekker zo. Maar de vorige ronde hadden we in ieder geval een winnaar van 25 punten. Dat is Haags Hopje. Hier worden ze weer tegelijkertijd losgelaten, zodat ze tegelijkertijd door de baan gaan. Al heeft Kevin er net iets meer zin in heeft. Bonnie er iets minder zin heeft. Nootjesbom komt er achteraan. En zo staat iedereen weer in de lift. Ons de beurt. Allemaal gaan ze omhoog om vervolgens op deze baan te gaan naar een menger. Welke de knikkers weer opnieuw gaan shuffelen. Zodat we weer een eerlijke kans hebben. Want we zijn bijna bij de finishlijn. En hier gaat hij komen. Gaan we een winnaar krijgen deze ronde of juist niet? Het punt is, we worden hier gemengd. Maar hoe je op deze baan komt is ook wat er gaat gebeuren. Want je kan er gewoon uitvallen.
Als je eruit valt, dan kom je in de verkeerde baan terecht. Dan word je afgemaakt. Dus het doel is dat je op deze plaat blijft en in deze trechter terechtkomt. Dat is het doel, maar gaat het ook gebeuren? En wie gaat er als eerste? Dat is ook een hele belangrijke. Zo te zien gaat Bonnie steeds langzamer in die trechter en valt erin. Neemt wel de middelste baan, maar nou is de vraag, Kevin gaat erachteraan. En zo te zien hebben wij een winnaar. Wij hebben een winnaar, mensen. En het is Bonnie. Is de eerste die is aangekomen in de baan. Gevolgd door Kevin. En Nootjes Bon heeft zichzelf helaas geëlimineerd in de laatste bocht. Het is jammer, maar hij wordt vernietigd. In de oven. Woppa. En we hebben Bonnie Brouwer, de absolute winnaar van deze baan. Het is me toch een race, of niet? Wel jammer van de andere finishers dat ze helaas allemaal weggebracht zijn in dozen. Maar we hebben in ieder geval wel twee spelers die de finishlijn hebben gehaald. En we gaan zeker het wiel draaien voor onze grote Bonnie Brouwer, de winnaar van deze Squid Game knikkerbaan. Dus we gaan weer naar het wiel. Wat gaat Bonnie vandaag dan winnen? Dat is de vraag nu wel weer even. Laten we in ieder geval gaan kijken. Is Bonnie nog in de chat aanwezig? Ik hoop het wel. Is ze nog in de chat aanwezig? Jazeker. Nou, dan gaan we voor je draaien hoor. Succes! Hij draait lekker, maar wat gaat zij winnen? Of verliest ze wat? Of wint ze wat? We gaan het zien. Oh, hij gaat wel heel langzaam op de jackpot. Oh. Nee, 10. Stop 10 dan. Nee, niet op 9. Oh, helaas. Verloren. Geen bonusprijs. Ik zal het opschrijven. De tweede wedstrijd heeft Bonnie helaas niks gewonnen. Maar wie weet, volgende ronde betere kans. Terug naar het spel. Laten we even een nieuwe map inladen. Lijkt me wel eens leuk. En wat zullen we gaan doen? Eens even kijken. Doe deze maar. Het Millennium Circuit. Leuke kaart. Ook weer om te racen met z'n allen. Ik heb de meeste maps allemaal al doorgespit of het allemaal goed is. Want we hadden de vorige keer eentje die niet helemaal goed was. Iedereen kan uiteraard weer joinen. Zodra ze de kans hebben met uitroepteken join. Zo, dit is een best wel ingewikkeld staaltje werk hier. Maar we hebben hem al eens eerder gedaan, dat weten we nog wel, met onze grote racewedstrijd. De vorige keer hebben we deze ook gedaan. Kijkend naar dit mooie putje hier, dat is de spawner geloof ik, die eronder hebben. Hij staat op 21, hoeveel spelers hebben wij op dit moment? 8 spelers. Ga ik hem terug even brengen naar 8, zodat we zeker met alle spelers zitten. Zit iedereen erin? Dat is nu even de vraag. Raprollen trouwens. Flapdrollen. Is dat niet raprollen, maar flapdrollen. Leuk dat je ook weer meedoet met de volgende ronde. En Sabrina, Yin is geen join commando. Daarover gesproken. Laten we eens eventjes de race ding erbij pakken. We gaan 2 rondjes doen in deze wedstrijd. Want ik denk dat dat wel het allerleukste is om 2 rondes te doen. Ik hoop dat iedereen klaar voor is. Ik ga op start drukken. Iedereen zit erin? Zo te zien wel. En start! In deze wedstrijd kan je niet vastlopen of blijven hangen. Maar de vraag natuurlijk altijd wel is of je in de kaart blijft. Er zijn verschillende paden die deze rondes door blijven gaan. En als je de goede pad hebt, dan maak je sneller vaart naar een andere zone. Dus je weet maar nooit. We gaan hier het toilet in. En zo door allemaal mixers, mengers en andere stuiterbanen. Zo door naar andere onderdelen in de kaart. Zo te zien heeft Kevin de benen genomen en die denkt, ik blijf lekker eerste staan. Dus die gaat gewoon ook rustig verder richting de volgende onderdelen. Gevolgd door Bonnie en Flapdrollen. Lizabrina,
Phoenix, Attention, Haarsopje en Nootjesbon. Zo te zien is alleen Attention een inhaalslag aan het maken. Het is wat. Attention gaat gewoon een inhaalslag maken naar iedereen. Al wordt dat niet in dank afgenomen door Flapdrollen, want die gaat gelijk inhalen. En dan gaan ze op de bommenbaan. Laat ze maar niet geraakt worden, want als ze geraakt worden door een bom, dan is het eigenlijk wel gelijk klaar. Dan is je knikker schiet hoogstwaarschijnlijk gewoon zo wop uit de baan. En dan ben je gewoon niet meer in de race. Ondertussen is Kevin wel echt gewoon aan het doorzetten. En die denkt, ik wil gewoon eerst blijven. Gevolgd door Bonnie. In de trechter. En de trechter brengt hem weer terug naar de start voor de tweede ronde. En daar heeft hij behoorlijk veel zin in. Want hij schiet er doorheen. Dus het gaat nog redelijk snel, moet ik zeggen. De rest zit allemaal nog beneden in de trechter. Terwijl Kevin op dit moment op de eerste plaats bezig is. Die gaat gewoon heel rapido door de baan heen. Even kijken naar Bonnie, die er vlak achteraan vliegt, zo te zien. Flapdrollen, die ook rapido erachteraan aan het gaan is. Liz Sabrina, die zit daar echt heel dicht achteraan. Attention zit daar weer heel dicht achteraan. Phoenix, ja, het zit allemaal netjes op een rijtje eigenlijk. Alleen Nootjesbon loopt al behoorlijk achter, helaas. Dat is toch wel jammer eigenlijk, hè. Maar goed, terug naar Kevin. Zie ik hem dwars door de baan heen schieten. Zo, hup, door de baan heen en naar beneden toe. Maar ja, je weet maar nooit wat je tegenkomt onderweg. Hij ziet er wel op de baan met de bommen. Dat is een ding. En het zegt niet dat hij doorkomt, want er zijn wel boosters op de baan. Die hem kunnen helpen door de baan heen. Maar de vraag is of dat ook gebeurt. Nou, dat gebeurt in dit geval wel. Maar zo te zien heeft die Sabrina nu achter hem aan zitten op de hielen. Die heeft toch gedacht van, ik gooi Bonnie uit het spel. Ik schiet er gewoon door. Want Bonnie is wel twee plaatsen gezakt, mensen. Dat is toch niet normaal. Dan gaan we verder kijken. Flapdrollen zit daar vlak achteraan. Die heeft Sabrina in het oog. Die denkt, ik ga er niet uit het oog verliezen. En Bonnie dacht, ja, ik moet weer inhalen. Maar Phoenix schiet gewoon letterlijk er vlak voor, hé. Kevin daarover gesproken. Die zit nog erg ver vooruit. Het is nu alleen even de vraag, hoe lang blijft hij vooruit? Want volgens mij is hij al zo goed als bij de finish. Ja, hij heeft de finish gehaald als allereerste. En hij was zo ver in de voorsprong dat de rest het niet gehaald heeft. Oh, dat is me toch een hele bijzondere finish. Dat is echt een hele bijzondere finish. Is Kevin nog aanwezig in de chat? Ja, Hex, je zou het bijna denken, hè? Is Kevin nog aanwezig in de chat? Jazeker. Nou, dan gaan we ook voor jou het wiel weer mooi draaien. Uiteraard moeten we even het wiel weer opnieuw laden. Maar dan is hij er weer. En dan kunnen we gewoon zeggen, draai het wiel. Tik, 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 tik. Waar gaat hij op stoppen vandaag? Wat hopen we? GG. Oh, die wordt krappies. Wat wordt het? 25 of gaat hij voor de jackpot? Ja hoor, dat is de jackpot. Onze Kevin krijgt gewoon 100 punten. 100 punten. Het is me toch een score. Applausje waard. Dat sowieso. Terug naar de gaming, waar we Kevin natuurlijk nog steeds volgen. Maar ik ga natuurlijk, net zoals heel de tijd, weer een andere kaart pakken. En dan ga ik eens even kijken. Hebben we nog een leuke map? Sewer Speedway 2. Klinkt interessant. Gaan we het riool in? Denk het haast wel. Best grote kaart. Iedereen kan inmiddels gaan joinen. Dus laten we eens even gaan kijken. Bovenaan de baan.
Hier is hij, de bovenaan de baan. Dan ga ik nu eens aan jullie vragen. Hoeveel rondjes willen we deze map gaan doen? Willen we hem 1 rondje doen? Of willen we hem 2 rondjes doen? Of willen we hem... Hoeveel rondjes willen we? Ja, 100 is een beetje erg veel, Haagshopje. Ik dacht zelf tussen de 1 en de 10. Dus we mogen het zeggen. We hebben een vote voor 2. Hebben andere mensen nog een mening? Hoeveel rondjes we op deze baan gaan doen? 5, 6, 10, 3, 5. Ik heb 2 nu voor 5. 2 voor 5 en 2 voor 3 op dit moment. Even kijken. 3 voor 5. Oké, nou dan zet ik hem gewoon op 5. Het is wel duidelijk. Even kijken. Zit iedereen er inmiddels weer in? Jazeker, iedereen zit er weer in. Dan ga ik even de spam pakken. Zodat ik zeker weet dat we niet onnodig kikkers krijgen. Oh, verkeerd kijken. Dit is hem. Even kijken, clear. En dan zet ik deze gewoon lekker weer op 8. We hebben 8 knikkers in het spel. Goed, dan gaan we beginnen. Iedereen zit erin. Veel succes allemaal. We gaan gelijkwaardig beginnen door de speedway heen. Hier worden de banen alleen gescheiden. De ene gaan rechtstreeks door, de andere maken wat zigzagjes. Dus ja, dat is dan maar weer de vraag. Wie gaat waarheen, wie komt waar eerst uit? En dan zie je dat ze flapdrollen. Echt gewoon lekker toepasselijk in het riool. De eerste plaats proberen te pakken. Maar dan zien we ineens attention er doorheen schieten. Dat is toch eigenlijk wel echt ontiegelijk snel, hé? Flapdrollen gevolgd. Kevin daar weer op volgend. Het gaat weer lekker snel. Maar Kevin heeft volgens mij besloten om maar eens even wat slijproutes te gaan pakken. Dwars door een giftige onder de grondse buizenstelsel schiet hij er doorheen. En is hij weer bij de rest. Phoenix heeft alleen de voorsprong genomen. Kevin loopt te duwen, want die wil natuurlijk daar weer voor. Hup, weer door naar de volgende riolering. Ja. Wie gaat er nou vooraan? Kevin is nog vooraan. Maar wordt afgeremd door een spinner. Gevolgd door deze enorme spinnerpoot. Waarop Phoenix denkt, yes, ik neem de leiding. Zo heen en weer. Dwars door de rioleringsbuizen heen. Lekker diep onder de grond. Alle chemische zooi overal. En dan is hij weer door de eerste ronde heen. Dus Phoenix heeft nu de eerste ronde gehaald. Gevolgd door Kevin met 4 seconden afstand. De rest moet natuurlijk nog volgen, dus we gaan even kijken waar Attention uithangt. En Liz Sabrina. Liz Sabrina die zit nu voor Attention. En is vlakbij het volgende stuk. Attention echter is door de finishlijn heen gekomen met 18 seconden verschil. Gevolgd door Flapdrollen met ook 18 seconden verschil. Nootjesbon echter, die is er ook achteraan aan het schieten. Die heeft net door de finishlijn heen gekomen. En we zien dat er een behoorlijk verschil aan het optreden is tussen alle spelers in. Het is toch eigenlijk wel een hele spannende ronde dit, hè? Even kijken met een oogopslag waar iedereen zich bevindt. Iedereen volgt elkaar wel erg krapjes aan. Maar we zien toch eigenlijk wel dat gewoon Kevin de leiding heeft genomen. En zit nu voor Phoenix. Gevolgd door Attention, Nootjesbon en Flapdrollen. Terwijl Haashopje, Sabrina en Bonnie Brouwer nog achterblijven daar in de eerste stuk. Het is toch eigenlijk bijzonder, hé? Kevin daarentegen heeft wat moeite met de spinners op de baan. Dus die wordt wel degelijk afgeremd. En komt hier in een afvoergebied terecht. Neemt dit keer geen sneltrein, maar gaat dwars door de buizenstelsel heen. Overal langs. Oh jee, die remde behoorlijk af. Dan krijgt Phoenix weer de kans om bij te komen. Want de rest komt er heel rapido achteraan.
Phillies neemt nog ook nog de booster ook. Dus die komt er met een behoorlijke snelheid achteraan. Attention daarentegen heeft moeite met de versperringen. Maar goed, onze gewone Kevin is alweer voorsprong. Maar Phoenix komt er erg rap achteraan. En als ik zo eens kijk, gaat dat wel heel erg rapido. Ze zijn ondertussen weer boven. Gevolg Attention, die komt er ook achteraan. En als ik dan zo eens kijk, Flapdollen, Haagshopje en Nootjesbon, die schieten daar weer achteraan. Al heeft Haagshopje een andere route gekozen. En daar komt hij. Woep! Maar waar is Bonnie Brouwer en Sabrina? Die gaan er wel erg langzaam achteraan. Ze moeten wel wat tempo maken om het bij te benen. Anders worden ze dadelijk gedisqualificeerd aan het einde. Dat zou niet goed zijn. Maar goed, zo te zien gaan de knikkers nog lekker heen en weer. Heeft iemand al een idee van, goh, die gaat er winnen deze ronde? Nee, niemand heeft een idee. De hacker. Ik heb geen hacker in het spel zitten. Ja, tenzij jij een hacker bent om jezelf achter te laten lopen, want je heet wel Joe als knikker. Maar goed, Phoenix neemt de voorsprong, ziet er naar uit. Al heeft een behoorlijke blunder gemaakt, want hij bleef hangen. Flapdrollen volgt. Heel erg rapido erachteraan. Maar neemt de andere zijde. Kevin zit daar weer achteraan, maar die heeft wat moeite met de draaiende platen. Dus ja, die doet daar wat langer over. Attention daarentegen, die is ook nog een stuk hoger. Dus dat duurt nog wel even voordat die bij komt lopen. Ja, ik mag wel aannemen dat er geentje was, hè? En zodoende rollen we door. Nootjesbom, die komt er ook weer achter Attention aan. Waar is Bonnie? Bonnie zit daar weer achter. Haagshopje zit daar weer achter. En Sabrina, die is op de eigen tempo een compleet andere route aan het rollen, volgens mij. Waar is die nou weer? Dit is toch eigenlijk van de zotte? Oh, daar is ze. Ze zit nu op het punt waar de rest al lang en breed voorbij is. Dus ik mag hopen dat ze een beetje tempo gaan maken. Anders komt ze nou echt niet echt in de buurt met de rest. Phoenix heeft inmiddels wel weer de finishline behaald. En de rest komt er nu langzaam achteraan. Dus de statistieken worden automatisch geüpdate. Het verschil met Bonnie is 28 seconden. Haagshopje is 30 seconden zelfs. En waar is Liz Sabrina? Want die loopt nog steeds hier buiten rond te rollen. Heel ver achter, helaas. Dat is toch eigenlijk wel jammer, hè? Ze moet nog een hele buisstelsel door. Nog helemaal naar de finishlijn. Ik ben benieuwd hoe ver ze nu achterloopt. Want ze moet echt de best gaan doen om weer verder bij te komen. Ze zit een minuut achter de rest, achter de eerste speler aan. Oh, dat is niet zo best, hè. Je moet een inhaalslag gaan maken om dat voor elkaar te gaan krijgen. Ja, ja. Maar goed, Flapdrollen zat even vast. Maar Phoenix dacht, ik sla je even los. Ondanks dat het zijn eerste plaats kostte. Phoenix krijgt nu een tegenslag. Dus onze Flapdrollen die gaat een poging doen tot inhalen. En zo te zien is Flapdrollen alweer verder. Gevolgd door Phoenix. Gewoon Kevin schiet nog steeds door het buizenstelsel heen met Bonnie op zijn hielen. Die hem ook gewoon letterlijk inhaalt. En hij haalt vervolgens Bonnie weer in. Ja joh, dit is... Bonnie heeft een ander pad gekozen. Dus je denkt, ja laat maar zitten. Hij zit in de weg, dus ik ga er wel gewoon omheen. Flapdrollen echter staat nu nog steeds op de eerste plek. Gaat over de finishlijn heen. Dus die zit aan de leiding. Gevolgd door Phoenix, die ook door de lijn heen is. Op 6 seconden verschil. Bonnie Brouwer, 10 seconden verschil. Attention, 12. En Kevin op de hielen met 13. Nootjesbon op 18 seconden. Haagshopje daarentegen. Die moet nog even door de play gespoeld worden. Daar is hij, 26 seconden. En Liz Sabrina, die is nog onderweg. Die is nog onderweg. Die moet ook nog door de play gespoeld worden. Maar kwam in een klem te zitten in een leiding.
Maar komt in op een gegeven moment wel verder. Ja, inderdaad. Kom op, zeg, knikker. Die moet inderdaad best gaan doen. Maar je maakt wel een inhaalslag. De vorige keer zat je ruim een minuut achter. Nu zit je op 49 seconden achter. Dus je bent snelheid aan het maken. Echter is dit wel de laatste ronde. Dus dat moet echt een gelukstreffer worden. Als je Tension in wil halen of Haags Hopje. Want die hebben een inhaalslag gemaakt. Het ziet er naar uit dat Haags Hopje momenteel op de eerste plaats staat. Maar ja, het kan altijd nog veranderen. Hij gaat nu wel in een sluiproute naar beneden. Om zo snel mogelijk de verontreinigde sewer in te springen. Maar ja, dan zal je altijd zien dat je overal tegenaan botst. Waar is Attention? Oh, die zit ook op de hielen. Die moet alleen nog wel eventjes hier langs. Dus Haags Hopje maakt een redelijke kans om eerst plaats te halen. Dat zou de tweede keer zijn vanavond. Maar we gaan het zien, want hij blijft vooralsnog hangen. Achter allerlei obstakels. En dat is niet zo best. Maar hij gaat naar beneden. Hij gaat naar beneden. Overal tussendoor, omheen. Noem maar op. Phoenix komt er nog achteraan. Maar het mag niet meer baten. Haags Hopje is door de finishlijn geschoten. En volgens mij was dat een enorme berg confetti. Dus het is nu even wachten wie er binnenkomen voor de volgende plaatsen. In ieder geval is Phoenix op 6 seconden achterstand binnen nu. Attention komt daar weer achteraan met 14 seconden. Bonnie Brouwer daar achteraan met 16. Nootjesbon 17 seconden. Ja, gaan wij nog een Kevin zien. En Flapdrollen komt daar weer achteraan. Gewoon Kevin is achteruit geschoven. Gewoon Kevin komt er nog aan. Ja, komt hij nog? Gewoon Kevin moet toch komen, lijkt mij. Hij zit onder in de kaart, dus hij moet er bijna zijn. Ja hoor, daar heb je hem. 38 seconden achterstand op de eerste speler. Jawel. En uiteindelijk hebben we ook nog een Sabrina natuurlijk. Die moet er natuurlijk ook nog uitkomen. De vraag alleen is waar is Sabrina? Die zit nu ook in het laatste stuk, zo te zien. Alleen is helaas te lang erover gedaan, dus heeft niet gefinished. Dus we hebben een winnaar. Namelijk Haags Hopje in deze wedstrijd. Is Haags Hopje nog aanwezig in de chat? Ja, alweer. We gaan naar het wiel. Ja, alweer. Het wiel wordt weer ingeladen en volledig gereset. En dan gaan we mooi draaien voor jou, Haags Hopje. We gaan eens kijken wat we gaan doen. Elf, tien, negen, acht, zeven. Oh, nee. Blijf draaien. Oh, net gestopt voor de vijf. Helaas niks gewonnen deze ronde als bonusprijs. Dus dat betekent dat we weer een nieuwe kans maken in de volgende knikkerronde uiteraard. Ik zal eens even een nieuwe kaart in gaan laden. Even kijken, wat gaan we doen? Marble Mountain, lijkt me een leuke wedstrijd. Deze hebben we de vorige keer als laatste gespeeld. Dus laten we nu eens even kijken in deze nieuwe kaart wat we gaan doen. Het kan zijn dat in deze kaart ik een beetje moet helpen als hij vastloopt. Dat moet ik er even bij zeggen. De vorige keer liep hij helemaal vast omdat er een knikker niet verder wou. Laat ik eens maar even naar de bovenkant van de berg gaan. Kijk, daar zijn we. Hier hebben we hem. Ik zal hem even naar 8 veranderen. Voor de zekerheid. Iedereen kan weer joinen in de race. Ik zal eens even de namen weer aanzetten. En eens even kijken naar wie er allemaal al gejoined zijn. Zie je naam nog niet staan? Dit is je kans om nog te joinen. Ja. Helemaal goed. Hoeveel rondes gaan we doen? Ik denk dat we gewoon 1 ronde doen, want dit is een map voor maar 1 ronde. En het disqualificatietijd is 15 seconden. Dus als je 15 seconden na de laatste niet meer erin komt, dan word je gedisqualificeerd. Dus we gaan starten. Iedereen staat klaar. En iedereen is los.
We gaan eens kijken, wat gaan we doen vandaag? Nou, Sopje dacht, ik ga er lekker langzaam achteraan. Des te meer kans maak ik om later een inhaalslag te maken. Iedereen schiet vooruit en wordt gebracht naar een stopstuk. Waar iedereen wordt gewacht totdat alles voldaan wordt. Dan gaat iedereen weer door naar de volgende ronde. Dus je weet maar nooit wie er het eerste komt. Hier wordt iedereen gesplitst in verschillende lijnen. En vervolgens helemaal compleet door elkaar geschud. Dus je weet eigenlijk maar nooit wie er doorkomt en wie er niet komt. Maar zo te zien ging Nootjesbon wel op de eerste plek daarnet. Dus volgens mij gaat hij zo'n inhaalslag maken. En ja hoor, Haagshopje gaat de inhaalslag maken. Zie je dat nou? Nootjesbon neemt een sluiproute naar de volgende ronde toe. Dus die is al de voorbij en de rest volgt rapido erachteraan. Als ik dan eens even ga kijken naar deze mooie skatebaan, dan zie je dus eigenlijk gewoon overal de knikkers schieten. Wat een bijzondere baanroute neem jij, Haagsopje. De rest gaat er allemaal doorheen. Er is nog niemand vastgelopen volgens mij. Alhoewel, ik zie hier een attention. Weer eens lekker eigenwijs heen en weer rollen. Attention is vastgelopen. Dat is niet zo best. Dat is niet best. Waarom doe je dat nou? Attention is vastgelopen. Dat is niet best. Anyways, iedereen gaat door naar de flippert. En daar zit ook een probleem zometeen. Deze glazen plaat gaat pas open als alle knikkers hier zijn. En dat is nou net wat ik niet wilde, dus heb ik hem al wat naar voren gezet. Dat betekent dus dat iedereen gewoon door kan blijven gaan. Naar de volgende ronde, waar Haagshopje nog steeds de eerste plek weet te houden. En de rest nog steeds in de twisterlift zit naar boven toe. Bonnie Brouwer denkt echter, ik ga lekker geen enkel ding anders doen. Ik ga lekker proberen de voorsprong te nemen. En dat doet ze dus ook, Haagshopje gevolgd. Terwijl de rest nu allemaal langzaam de baan erboven pakken, gaan Haagshopje en Bonnie Brouwer langzaam door de baan heen. En dan zie je dus eigenlijk ook gewoon dat Flapdrollen heel erg achtergeraakt is. En dan zie je rustig Haagshopje en Bonnie Brouwer in een rap tempo door de baan schieten, terwijl de rest allemaal nog moet volgen. En dat lukt toch wel redelijk, moet ik zeggen. Want ze beginnen een inhaalslag te maken, al is Listerbrine en Flapdrollen nou niet echt vlot. Dus we gaan het even kijken. Dit is namelijk een heel gemeen stuk, want die wordt hier behoorlijk afgeremd. Maar ja, wie van de twee neemt de inhaalslag van de laatste sprint? En dat is Bonnie Brouwer, is de eerste speler geworden. Die heeft gewonnen. Maar wie komt er op de volgende plekken terecht? Dat is nu even de vraag. Zo te zien gaan we de volgorde aanhouden, mits natuurlijk de helft vast blijft lopen. Kom op Sabrina, je moet wel wat beter je best gaan doen. Want de rest is nu allemaal gedisqualificeerd omdat ze het te lang over gedaan hebben. Maar dat betekent wel dat we weer een winnaar hebben. Jawel, opnieuw Bonnie Brouwer. Gefeliciteerd Bonnie. Wat leuk dat je weer gewonnen hebt. We gaan eens even kijken bij het wiel wat jij gaat winnen. Ik hoop dat je nog in de chat bent in ieder geval. Jazeker, je bent nog in de chat. Dan gaan we eens even mooi draaien. Wat ga jij winnen? Hij is aan het afremmen, dat is wel duidelijk. Maar waar gaat hij op stoppen? Ja, gaat hij stoppen? Jawel, 25 punten voor Bonnie. Jawel, 25 punten. Tof man, leuk dat je gewonnen hebt. Echt waar. Dan gaan we vervolgens door naar de game weer terug.
En dan ga ik even een nieuwe map erbij pakken. En laten we eens kijken wat we gaan doen. Proberen we die eens even uit. Kijken wat we eruit halen. Zo. Ah ja. Een racebaan. Jawel. Die, volgens mij had ik deze toen gemaakt. Maar goed, dat tezijde. Iedereen kan joinen, dus doe die uitroepteken join. Dan weten we tenminste zeker dat het allemaal goed gaat komen. Jawel, als iedereen gejoind is, dan ga ik eens even kijken wie er nog allemaal in zitten. En ik zal even de marble names weer aanzetten. Even kijken, als je je naam nog niet ziet staan, nu is je kans om nog te joinen. Oké, race. Dit is een best flinke map, maar ik ga hem toch op 5 zetten, want dat was net natuurlijk een hele leuke. We hebben 6 checkpoints. Ieder krijgt 10 knikkers, als ik het goed heb. Dus we gaan het zien. Let's start. En los zijn we nu allemaal. We worden allemaal in de pan gegooid, waar we lekker gesquished en gesplitst worden. Iedereen en alles wordt lekker gehusteld nu. Dus je weet maar nooit wie er als eerste door het gaatje in het midden gaat. Want er staat nog tenslotte een draaiende wiel in. Maar volgens mij heeft Sabrina gedacht, ik ga dit keer nu eindelijk eens een keer in beweging komen. En ik ga de helling af op de hardste tempo wat ik kan. Want ik moet en ik zal dit keer winnen. En ik hoop het zo voor haar. Dat is één ding wat zeker is. We pakken wel in ieder geval heel erg snel de lift. En de hele lijst zie je bijwerken met de nieuwe vooruitgangen. Maar zoals je kan zien gaat dit lekker door. Ze gaat heel hard door de baan heen. Oh, tegen de spijker aan. Maar ondertussen wel druk bezig. En de Rainbow Speedway pakken. Lancering in. Zo in de trechter. Ja, en dan is het tempo maken, want dan blijf je op voorsprong. In ieder geval lekker door de bocht heen chasen. Naar beneden toe. Je krijgt bijna een drarig beeld van Jemine. Maar zo te zien zitten er wel meerdere nu achter haar aan. En Nootjesbon 21 is uit de baan gevlogen. Haags Hopje volgt wel. En Sabrina, de tweede knikker, is ook uit de baan gevlogen. Dus we zien er aardig wat uit de baan schieten. Dat is een van de redenen waarom we 10 knikkers hebben. Maar goed, de eerste plaats is weer teruggekomen op deze draaiplaats. Ja, en dan is de vraag, kom je er ook weer af? Verborgen in deze draaiplaats zit er her en der een boostertje. Krijg je die booster te pakken, dan word je weer op gang gebracht. En dat betekent dus dat het langer gaat duren voordat je van de plaat afgaat. Dus kijkende naar de eerste plaat zie ik dat flapdrollen er gewoon voorbij schiet. En ik zie her en der mensen uit de baan vliegen. Dat is niet zo best. Maar goed, flapdrollen staat nu op dit moment op de eerste plaats. Neemt de lift op dit moment. Gevolgd door Bonnie Brouwer, die nog in de lift zit. Liz Sabrina is nog op de derde plaats rondjes aan het draaien binnen de plaats, helaas. Haags Hopje, hetzelfde verhaal. Eigenlijk is iedereen hier nog lekker aan het dansen. Terwijl onze grote vriend Flapdrollen 123 op de eerste plaats staat en gewoon in de twisten naar beneden onderweg is. Kijk het naar Bonnie Brouwer, die er achteraan komt. En Liz Sabrina, die zo te zien inmiddels een knikker los heeft. Alleen nou nog even de plek moet zien te zoeken om de lift in te komen. Ja hoor, daar is ze.
Flapdrollen zit nog steeds in de spin, net als Bonnie Brouwer. De tweede knikker van Flapdrollen komt er echter wel weer achteraan. Sterker nog, meerdere van zijn knikkers komen er achteraan. En Liz Sabrina ook. Die vloog bijna uit de baan, zagen we het? Die ging gewoon over de rand heen. Maar goed, meegenomen naar boven toe, wordt ze in de koker gegooid en vliegt ze nu ook in de twister naar beneden. Flapdrollen echter zit weer op de plaat, met zijn plaats 1 knikker. Bonnie Brouwer zit daar ook weer op de plaat. Flapdrollen heeft een tweede knikker, die is helaas uit de baan gevlogen. Haagshopje zit in de twister samen met de rest die er doorheen zijn gekomen. Al zie ik wel dat een Bonnie Brouwer en gewoon Kevin uit de baan is gevlogen. Attention zit nog in de baan. Een tweede knikker van Bonnie Brouwer, ik zie nog genoeg in de baan zitten. Maar we hebben toch een probleem, want Flapdrollen die moet nu toch eigenlijk wel uit deze benarde situatie beginnen te komen. Ja, en dat komt hij ook. Oh, jeetje. Er klapt een knikker tegen hem aan. Wat hij weer helemaal op gang komen. Bonnie Brouwer echter, die heeft nu een tik gekregen van een ander. En dat helpt er een voorsprong te creëren, want ze gaat nu weer door de baan heen. Dat betekent dus dat zij nu op de eerste plaats staat met haar knikker. En schiet gewoon door in de hoop dat zij toch wel die eerste plaats blijft behouden. Is hem toch wel, hé? Nou moet ze alleen wel in de lift zien te komen, want dat is een uitdaging bij deze lift. Oh, kijk nou. Twee knikkers van Bonnie Brouwer achter elkaar. Maar de Flapdrollen op de tweede plek, die is inmiddels al een rapido vaart erachteraan aan het gaan. En op de derde plek, die zijn nog aan het ronddansen op de plaat. De vraag alleen is een beetje van, gaat hij van de plaat af of juist niet? Ja, hij gaat erachteraan. Echter is hij al ingehaald door Liz Sabrina, die inmiddels ook al naar de lift onderweg is. En ook omhoog is op de derde plaats. Flapdrollen op de tweede plaats is nu bij Rainbow Rood. Maar die botsen er zo hard tegenaan dat hij er niet langs kwam. Bonnie Brouwer echter op de eerste plek is de baan uitgeschoten. Oh jee, die wordt binnenkort ingehaald door Flapdrollen bij de volgende checkpoint. Liz Sabrina echter is nog wel in de race. Dus die is onderweg naar Rainbow Rood om er doorheen te komen. En die schiet omhoog als een bezetene. Zo in de trechter, rapido achter Flapdrollen aan. Welke in de twister zit. Liz Sabrina zit in de twister. De volgende knikker van Flapdrollen is ook uit de baan gevallen. Haagshopje zit wel in de twister. Dus dat is ook al mooi. Zo te zien zit Liz Sabrina met nog een knikker ook in de trechter. Nootjesbon zit er ook achter en Phoenix zit ook nog in de baan. Dus we hebben nog heel wat in de baan. Al heeft Flapdrollen nu Bonnie ingehaald met haar knikker helaas. Maar goed, we gaan zien wie gaat er winnen. Gaat Flapdrollen winnen? Gaat Liz Sabrina winnen? We weten het allemaal niet, want dit is echt een baan waar je geen enkel pad uit kan nemen. We zitten wel in de vierde ronde van deze race. Dus er kan nog van alles gebeuren. Anyways, Liz Sabrina zit op de tweede plek met haar knikker. En Haagshopje op de derde plek. Al zie ik dat hij de inhaalslag heeft gemaakt. Want die is in de trechter weggekomen en is door aan het racen. Dus momenteel is het Haagshopje nu op de eerste plek. De vraag alleen is, blijft op de eerste plek of schiet hij zo meteen ineens plotseling uit de baan en is hij alsnog zijn eerste plek kwijt? Dat is nu echt wel de vraag. Maar goed, daar gaan ze dan. Racend en wel. Naar beneden. Omhoog. Dwars door de baan heen. Ja, nou is de vraag of hij in de baan blijft. Hij remt wel behoorlijk af nu. Dat is niet zo best. Hij rolt nu maar heel erg. Oh, hij krijgt een tik van zijn teammaat. Hij kreeg een tik van zijn teammaat. Dat is zijn geluk geweest. Nootjesbon volgt uiteraard op de voet erachteraan. Flapdrollen zit nog in de plaat. Dus ja, dat is een ding. Haagshopje zit nu op de eerste plek. In de twister. Nootjesbon gaat met de lift omhoog. Flapdrollen zit nog steeds in de plaat, helaas. Liz Sabrina echter is aan het afremmen en probeert het midden te bereiken. Dat wordt zometeen steeds meer. Als ze niet per ongeluk een booster pakt, want dat is natuurlijk wel hetgene wat angstigend is. Oh, Kevin tikt Sabrina aan. Maar goed, Haagshopje op de eerste plek is door de twister heen. Gaat nu dwars door de speedway heen, onderweg richting de finishlijn. En valt eruit! Oh nee!
Een nootjesbon op de tweede plek is er ook uitgevallen. Dat is niet zo best. Phoenix moet het nu waar gaan maken. Die moet van 3 naar 1 gaan springen binnenkort. Mot hij er natuurlijk niet uitklitsen. Oh, oh, oh. Bonnie Brouwer, ga jij ons blij maken met de eerste plek dan? Dat is nu de vraag. We vliegen er wel heel veel uit deze baan ten duur. Ze willen allemaal maar al te graag winnen en worden dan overijverig en gaan te hard door de baan heen. Dat is echt wel beangstigend. Maar we gaan het zien. Zo te zien heeft wel Phoenix een poging gedaan om in te halen, maar schoot er gewoon overheen. Mooie verdediging van Bonnie zelf. Phoenix die zit voor Bonnie, dus die heeft haar gewoon ingehaald. Flapdrollen volgt ook met een knikker erachteraan, terwijl zijn andere knikker al uit de baan ligt. Haar schopje zit nog wel in de baan met een knikker. De Lissabrina leidinggevende is ook uit de baan geschoten, maar haar tweede reserveknikker is nog onderweg in de baan. Dus we gaan eens even kijken. De Phoenix pakt de eerste plak momenteel en is weer in de kom aanwezig. Gevolgd door Bonnie Brouwer. Haagshopje is nog uit de baan te vinden. Flapdrollen is bezig met een inhaalslag, is nu derde plaats geworden. Zo te zien hebben we aardig wat mensen die eruit gevallen zijn. En er is er eentje geëlimineerd. Dat is nummer 10 van Flapdrollen, klaarblijkelijk. Die heeft zichzelf in de nesten gewerkt en wordt dan automatisch het spel uitgezet. Maar goed, de knikker van Phoenix, Phoenix HDNL is nog op voorsprong. Bonnie daarentegen dacht, ik ga hem lekker inhalen, dus ik schiet lekker vooruit. Dus die is de eerste plaats gaan aanpakken. Nou is de vraag, blijft ze binnen de baan? Want dat was kantje boord. Dat was echt kantje boord voor haar. Maar ze rolt wel gewoon lekker snel de lift in. De hele kaart wordt weer geüpdate. Naar de volgende. De snelste tijd van deze ronde is nog steeds in de handen van Flapdrollen 1, 2, 3. Oh jee. Oh jee. Ze is de baan uitgeschoten. Dat betekent Phoenix dat hij de inhaalslag kan maken. Ja, ja. Iedereen had niet voor niks 10 knikkers. Maar zo gaat het wel erg rapido. Oh, 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 oh. Hey, attention schiet er langs. Maar zit hij al in de juiste ronde? Dat is de vraag. Want volgens mij niet. Maar goed, Phoenix is onderweg naar de koepel en schiet door. Flapdrollen gevolgd. Bonnie Brouwer is de buit helaas. Maar Lissabrina is er nog wel. Die staat nu op de derde plaats van de bewegende knikkers die nog binnen de baan aanwezig zijn. Ze rolt wel netjes op dit moment. Dus dat is een goed teken dat ze nog netjes rolt. Moet ze wel natuurlijk de lift pakken. En ik snap dat dat best wel eng kan zijn, een lift. Ja hoor, ze zit in de lift. Heel goed. Maar ze is wel ondertussen ingehaald door iemand. Maar goed, Phoenix DL staan op eerste plek. Flapdrollen is op de tweede plek. En dan zien we dat Sabrina de derde plek pakt. En onderweg is naar Rainbow Road. En dat gaat lekker zo te zien. Ja hoor, hop. Gelijk in het gaatje, gelijk in de twister. En zo te zien is een gewoon Kevin erachteraan aan het rollen als een bezetene. En er zit een gewoon Kevin in de lift. Die zometeen Bonnie eruit gaat gooien. Maar zo te zien hebben we al een finish. Phoenix heeft de finish bereikt. Is vervolgens wel uit de baan geschoten, maar heeft wel de finish bereikt. Gevolgd door Flapdrollen. En de rest is helaas niet gefinished in deze wedstrijd. Oh, oh, oh. Dat betekent dat we het wiel erbij gaan pakken voor onze grote vriend Phoenix. En dan we eens gaan kijken wat hij gewoon extra kan winnen of juist niet. Hier met het grote wiel. Laten we gaan spinnen. Succes! Oeh, niet de jackpot in ieder geval. Maar wat dan wel? Oh, 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 oh. Nee, nee, ga door, ga door, ga door. Ja, ja, 25 punten. Heel goed, gefeliciteerd Phoenix met 25 punten. Jawel, 25 punten. Na de stream ga ik bij iedereen de punten er netjes bij zetten. Dus dat is een mooi teken.
Het blazen heeft zeker geholpen. Ik zie bijna blauw van het blazen. Maar goed, het heeft zeker geholpen. Laten we nog eens even een andere map erbij pakken. Laten we de parcoursmap erbij pakken. Dit is best wel een interessante kaart. Waarom die interessant is, is omdat het een één groot parcoursveld is voor alle knikkers om te passeren. Met allemaal obstakels in allerlei vormen en maten. Vergeet niet de uitroepteken join te doen om weer mee te doen met de wedstrijd. Goed, als iemand zijn naam nog niet heeft staan hier, dit is je kans. Net op tijd, Phoenix, dan had ik hem gestart zonder je. Dat zou natuurlijk niet zo leuk zijn. Anyways, ik ga eens even kijken. We hebben geen finishlijn in deze. Dat is een nadeligheid. Nou ja, daar kan ik wel wat aan doen. Dan pak ik gewoon even een finishlijn erbij. Zet ik er gewoon overheen. En een checkpoint. Doe maar hier. Zo. Ik weet niet of het helpt, maar... Weet je, ik zet hem wel hier neer. Zo. Zo, een beetje dalen. Zo. Kan die ook niet met de baan in de weg zitten. Donk. Nou kan ik wel racing aanklikken, want nou in ieder geval één checkpoint en één finishlijn. Goed. Ik zet hem op 4 rondjes bij deze. Het is een wat ingewikkelde map. Het is een hele bijzondere kaart. Als je faalt, moet je terug naar het begin van die obstakel en weer overnieuw beginnen. Dus we gaan het zien. Iedereen heeft 4 knikkers. Succes. Daar komt hij. En iedereen is los. Het enige nadeel is dat we nu niet weten wie er vooraan loopt, totdat je bij het middelste stuk komt. Dus dat je op de helft bent. Dus we gaan het zien. We komen hier op een lanceerplatform. Waar het de bedoeling is dat je stuitert en dan vervolgens op de lopende band terechtkomt. Faal je, dan val je naar beneden en moet je de lift weer omhoog pakken om hetzelfde te herhalen. Hier is het een beetje hetzelfde. Je moet racen over planken, maar niet te hard. Race je te hard, val je van de plank af, begint het van voren af aan. En hier heb je ook een hele leuke, want als je hier de verkeerde pakt, ja, dan heb je toch een probleem. Dit is een kiepert. Dat betekent dus dat er een bepaalde hoeveelheid knikkers in moeten, alvorens hij kantelt. Nou vraag ik me af of we wel genoeg knikkers hebben, maar goed. Want in elk ander geval kan ik gewoon even deze ornament verwijderen en dan valt iedereen gewoon door. Niet alle kaarten zijn gemaakt voor maar een klein hoeveelheid spelers, dat is wel jammer. Dan maar op die manier. Zo. Iedereen weer een nieuwe kans. En daar gaan ze. Allemaal door de baan heen. Huppend over de jump pads. En dan hebben we de eerste overzicht van wie er vooraan staat en wie niet. Dan zien we dat Haas Hopje op de eerste plek staat. Gevolgd door 2 knikkers van Bonnie Brouwer. En dan Nootjesbom, Phoenix, Haas Hopje nog een keer. Attention en zo verder. En zo gaat hij dwars doorheen. Maar zo te zien gaat het ook wel lekker rapido door.
onze geliefde vriend Haaschopje heeft wel wat dingen geprobeerd, zo te zien. Maar is er niet gelukt om aan de overkant te komen van deze koers hier. Dit is een wat ingewikkeldere challenge, lijkt mij. Oh jee. Oh jee. Hij ligt stil. Hij moet wachten op een andere knikker. Die tegen hem aanbotst. En dat was helaas pech voor Attention. Dus die gaat weer met de lift omhoog om nog een poging te wagen. Ondertussen is de rest onderweg. En ja, die moeten natuurlijk hier net overheen weten te rollen. Op het moment dat alle kleppen natuurlijk dicht zitten. Dat is natuurlijk weer de uitdaging. En dat doet Phoenix wel. En gewoon Kevin ook maar net op het pandje. Phoenix en Attention weten wel nu de overkant te bereiken. Kevin helaas niet. Die moet het weer overnieuw proberen. Liz Sabrina is ook aan de overkant gekomen. En die probeert nu al een tijdje door de baan heen te komen. Maar zo te zien heeft Haagschopje hier wel nu momenteel een knikker vooraan staan. Even kijken. Er zijn wat finishers. Iedereen zit door die map heen te scrollen en te rijden, man. Wat een tempo, daar zeg je u tegen. Maar Attention pakt nog steeds de eerste plek op heden. Dat is toch wel leuk om te weten. Dat die op dit moment op de eerste plek staat. Dus dat is al een hele mooie bijeenkomstigheid. En zo te zien heeft de rest met alle obstakels wel ergens moeite. Kun je bijvoorbeeld kijken naar... klapdrollen en dergelijke, dan zie je dat ze het heel moeilijk hebben met het proberen te blijven binnen de kaart. Je moet namelijk niet tegen zo'n draaier aankomen, want dan word je eruit geslagen. En hier met die klepjes heeft Attention ook al moeite. Phoenix daarentegen, net niet. Even kijken, Phoenix op de tweede plaats, Sabrina is de baan uitgevallen. Hoe ze dat voor elkaar heeft gekregen, Joost mag het weten. Maar ja, ze neemt natuurlijk altijd de benen, dus dat is heel wat. Haagschopje daarentegen zit weer in de lift om het nogmaals te proberen, net als de rest. Dus vooralsnog is Attention hier de nummer 1 speler van deze wedstrijd tot op heden. We gaan zien. Gaat Attention het halen? Dat is dan weer de vraag, hè? Hij springt wel lekker makkelijk over alle obstakels heen. Maar ja goed, je kan wel zeggen makkelijk door de obstakels heen. Maar hij moet niet geraakt worden dat hij uit dit vakje wordt geslagen. Dat wordt hij niet. Hij gaat er gewoon dwars doorheen. Hij is op dreef. Ja, en dan moet hij hopen dat hij er niet uitgegooid. Oh, wat jammer nou. Haagschopje volgt natuurlijk weer lekker krap erachteraan. Oh. Daar gaat Sabrina, die heeft de benen genomen, die denk ik ga een luchtje scheppen. Maar goed, iedereen is dus onderweg en het is eigenlijk een heel zootje van knikkers nu. De vraag is, wie gaat er winnen? Nou, zo te zien staan hier twee knikkers stil. Die wachten tot ze een tikkie krijgen van Phoenix. Maar onze Attention op nummer 1, die staat nog steeds op nummer 1, maar waar is hij nou? Oh. Hij zat in de lift. En dan zie je hem dus eigenlijk gewoon door die hele baan heen weer skippen. Het is toch eigenlijk gewoon niet normaal. Hij gaat gewoon weer de fout in en weer valt hij door het klepje heen. Oei, 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 oei. Dat is toch niet best. Kijkend naar een hele grote paarse bal. Gaat hij toch wel weer zijn vierde poging doen om door dit vak... Nou... Dadelijk wordt hij nog ingehaald. Maar Bonnie Brouwer heeft wel, onze lieve Haagse Hop ingehaald. Zie ik nu. Dat is schrikwekkend. Maar de vraag is, gaat Haagse Hopje die weer inhalen? En wat is gewoon Kevin aan het doen? Gaat hij er ook weer achteraan? Het is zo spannend.
En hij gaat zo door de baan heen. Naar beneden toe. En zo te zien zijn er meerdere die nu over de finish gaan. Oh, 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 Kevin, niet eraf, niet eraf, niet eraf. Oh, wat jammer. Attention, waar zit jij? Nog steeds bij de klepjes? Ja, hij heeft nog steeds pech. Hij zit nog steeds te wachten bij de klepjes. Dat is zonde. Dat is erg zonde. Maar goed, wie weet nu we naar hem kijken, heeft hij wat meer geluk. Ja, hij heeft wat meer geluk. Hij is er eindelijk overheen. Komt hij hier ook over? Oh, nee, nee. Nou komt hij weer hier niet overheen. Ja, hij wordt bekeken. Hè? Dat is erg. Hè? Dat wekt spanning. Van Kevin daarentegen. Die neemt rustig de lift weer omhoog en gaat het gewoon nog een keer proberen. Hetzelfde geldt ook voor Attention. Die gaat ook rustig door de baan heen. En die valt ook daar weer naar beneden. Hoe zit het met onze Attention? Oh, die is ook weer wederom niet doorheen gekomen. Maar zo te zien zitten er wel twee Attentions en twee Kevins aan de lead. Dat is toch eigenlijk wel bijzonder, hè? Dat het precies om en om is. Maar goed, Attention te kijken, valt hij steeds wel weer door het gaatje heen naar beneden. En dat is natuurlijk niet helemaal wat je zou willen. Maar ja, je moet niet te veel bewegen. Je moet echt recht in het midden naar de overkant kunnen komen. En dat is de uitdaging dus. Dan kom je precies goed in het midden aan. Of ga je te veel scheef de baan in. En dan val je er eigenlijk gewoon vrijwel meteen weer af. Als ik ga kijken naar gewoon Kevin hier. Die heeft de pech tot nu toe om ook elke keer erachter geslagen te worden. Zelfs voor Attention die erbij zit. En de tweede gewone Kevin hier. Die heeft ook elke keer dat kleppies probleem. Terwijl Nootjesbon op dit moment echt gewoon zijn best aan het doen is om het einde te bereiken hier. En dat doet hij ook. Hij mag nu ook bij de kleppies gaan proberen. En dat is toch aardig wat. Maar ja, iedereen valt steeds door die kleppies heen. Ah, onze vriendelijke eerste plek Attention deelt nu zijn eerste plek met een tweede teammaat. Dus hij heeft nu twee stuks allebei op de eerste plek staan om en om. Gevolgd door twee keer gewoon Kevin, die ook onderweg zijn. Alleen helaas, onze gewone Kevin is weer van de baan afgevallen. Dus we gaan weer even ons focussen op onze lieve paarse knikker van Attention. Die klaarblijkelijk er veel zin in heeft, want die schiet vooruit. Jawel. En ook weer andersom terug, want dan mag hij het overnieuw gaan proberen. Ja, dat is nou juist die parcoursrace, hè. Hoe lang duurt een parcoursrace? Nou, net zolang dat de knikkers nodig hebben om het einde te bereiken. Ja. En dan is de vraag, komen de volgende knikkers binnen 18 seconden na de laatste toetreder in de finishlijn of juist niet? Want anders word je natuurlijk ook gedisqualificeerd. En dat moet je niet hebben, die disqualificatie. Oeh, kantje boord, Attention. Dat was er bijna naast. Maar goed, hij gaat hier dus nu rustig door naar de volgende. Want die laatste had hij wel heel makkelijk onder de knie. En nu gaat hij springend van hockey naar hockey. In de hoop dat hij geen fout maakt, maar dat doet hij niet. Dan gaat hij dwars door de bocht heen. Rustig naar de volgende obstakel, welke de flippers weer zijn. Overal weer door die draaiende panelen heen. En hopen dat je niet gepakt wordt en er doorheen gedouwd wordt. Want dan verlies je natuurlijk weer tijd en momentum. Terwijl zijn knikker die op de eerste plaats staat één parcours dingetje verder is. Alleen de pech heeft om te blijven herhalen in de loop uiteindelijk. Dat is dan wel weer jammer. Maar vooralsnog gaat het hartstikke goed. Het is erg bezig. Laten we even gaan kijken, want ik zie dat er een Phoenix ook bezig is met een inhaalslag. Die is omhoog geschoten, heeft Kevin met twee knikkers ingehaald. En nou is de vraag, blijft hij aan de leiding staan of juist niet? Hij betreedt nu het klepjesgebied en valt er helaas doorheen. Dus daar moet hij overnieuw proberen. Even kijken bij Attention, die ook bij het klepjesgebied bezig is met zijn knikker die op de eerste plek staat. Heeft hem gehaald, gaat naar de volgende over.
En helaas, ze vallen er nu weer af. Waar is nummer 2? Die zit in de lift. Wederom weer bij het, de spinners. Dus ja, Phoenix heeft nog de mogelijkheid om bij te komen. De nootjesbom is ook bezig bij de flippers. Eigenlijk is iedereen een beetje aan het hangen bij deze flippers. Want het is natuurlijk een hele uitdaging om niet gesquished te worden of eruit gedrukt te worden. Want dat wil je natuurlijk niet. Al zie ik het er wel naar uit dat Attention met zijn nummer 1 knikker momenteel in het volgende parcours terecht is gekomen. En het retegoed weet vol te houden. Hij zit nog binnen de baan. Hopelijk blijft hij dat ook voor de laatste paar meters. Jawel, dat blijft hij. En dan gaat hij zijn laatste ronde in. Mensen, we zitten in de laatste ronde. Attention staat nog op de eerste plek momenteel met zijn knikker. Dus we gaan het zien wat er gaat gebeuren. Jawel, en ook kijk ik even naar de tijd. Hierna kunnen we nog één wedstrijd doen en dan is de stream over. Dus er zijn nog maar 2 kansen op een spin aan het wiel. In dit geval is Attention een goede kanshebber voor de huidige wedstrijd om een spin aan het wiel te krijgen. Dus we gaan het zien. We gaan het zien. Oh, 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 oh. Hij valt er weer vanaf hoor. Dat is zonde. Even kijken bij de rest. Laten we eens even kijken. De tweede knikker van Attention zit ook in de lift. Gaan we kijken naar Phoenix. Die zit op de baan inmiddels een stukje verder. Moet hij natuurlijk niet uit de baan vallen. Dat is natuurlijk zonde als dat zou gebeuren. Maar hij rolt wel. Hij rolt wel. En hij is er doorheen. En het is zo te zien vooruitgeschoten en tweede plek ingenomen. Dus die zit nu op de hielen van Attention met zijn eerste knikker. Gaan we verder kijken naar de nootjesbom. Die zit nog steeds in het parcours vast. Waar die net ook in vast zit. Hetzelfde geldt ook voor Kevin. Zo te zien zit hij ook nog steeds bij de luchtventielen. Al lijkt dit een betere. Jawel, hij is er doorheen en dan ook nog eens in de camera. Dat vind ik een mooie. Dus ik... oh jee, hij was weer een beetje te positief. Hij schoot weer te hard door de bocht heen. Wat jammer. Dus weer hup in de lift. Opnieuw naar boven. Dan gaan we eens even kijken bij Sabrina. Want ja, die moet er ook nog zijn. En ja, ook die zit bij de lucht vast al een tijdje. Maar waar zit haar tweede knikker dan vast? Die zit bij de spinners nog steeds vast. Oké. Want ja, ze heeft natuurlijk een knikker uit de baan gegooid. Dus die is al ver verleden tijd. Maar goed, onze Attention hier, die is onderweg weer naar het volgende onderdeel. En dan is het de hoop dat hij zich een beetje houdt aan de snelheidsregels. Zodat hij niet uit de baan vliegt. Want ja, dan is de vraag, zitten de rest dichtbij genoeg om ook een kans te maken op de finish? Dat is nu de vraag. Oh, hij valt ernaast. Dus dan wordt er weer een kans voor degene op de tweede plek. Dat is toevallig ook Attention geworden. Het ziet er naar uit dat hij beide knikkers op dezelfde parcours in dezelfde ronde heeft. Al zie ik dat knikker nummer 2 er niet veel zin in heeft. Ik zie wel dat Phoenix onderweg is. Als achtervolger. Dus die begint nu aan zijn jump parcours. En terugkijkend naar nummer 1. Die staat nu in de lift weer opnieuw naar boven toe. Om de sprong te wagen. En valt er weer naast. Oh, oh, oh. Onze paarse Attention zit in dezelfde parcours in dezelfde ronde. Ook vast. Phoenix daarentegen. Die is rustig bezig met trampolinespringen hier tussen de verschillende bordjes. Het gaat hem op zich redelijk goed af. Dwars door de bocht heen, een middenlijn. En dat betekent dus dat hij de eerste plek heeft in beslag genomen. Jawel, hij staat op de eerste plek. Dat betekent dus dat we een mogelijke andere winnaar gaan krijgen dan Attention. Als Attention althans de eerste plek gaat bemachtigen, dat is natuurlijk altijd weer de vraag. Als ik even naar een overzicht ga van de baan, dan zien we toch wel echt behoorlijk wat mensen verspreid over het parcours heen. Dan zie je dus eigenlijk gewoon dat er heel veel achterhangen in de baan. Attention is met 2 knikkers bezig in een stukje parcours waar die achter elkaar in blijft hangen. En dat is natuurlijk zonde.
Phoenix daarentegen, die is ook gewoon nog steeds bezig om er doorheen te komen. En staat natuurlijk op de eerste plek, al dus de meeteenheid. Dus nu is de vraag, gaat Phoenix de inhaalslag maken of juist niet? Onze Phoenix op de eerste plek is dus bezig met de klepjes die openvallen. Terwijl Attention nog steeds bezig is bij de flippers. Dus het is een hele dichte bezetting. Heel dicht bij elkaar allemaal. Maar ja, dan is de vraag natuurlijk altijd. Halen ze het of halen ze het niet? Onze Attention hier is in ieder geval bezig nog met de luchtkoker. En heeft het helaas niet gehaald. Kijk naar de andere Attention toe. Zit hij weer in de lift opnieuw om te proberen. Terwijl onze Phoenix ook blijft hangen. Maar dan bij de klepjes. Ik zie wel heel wat veranderingen door de kaart heen. Want ik zie nu Nootjesbom met twee knikkers erachteraan racen. Bijvoorbeeld door haar Sopje en Liz Sabrina. Want die zijn allemaal wat gestegen. Dat is toch een behoorlijk verschil aan het worden allemaal. Oh, weer naar beneden gevallen. Attention daarentegen. Die zit nu ook weer nog steeds bij de spinners. Als wel als een andere knikker. Allebei zitten ze in dezelfde match. Nootjesbon op plaats 4 is begonnen aan zijn laatste ronde. Jawel, die zit op de laatste ronde nu op dit moment. Dat is een goed teken. Want dan heeft hij ook weer een kans om te winnen. Mits natuurlijk Phoenix blijft hangen met zijn knikker. Maar nee, ook Phoenix is nu bij de luchtbeproeving. Valt er helaas wel weer af. Dat is dan wel weer jammer. Maar is wel onderweg nog steeds. Terwijl Attention ondertussen de wedstrijd even in gaat halen. Zo te zien. Uh-oh. Dat is niet goed, hé. Attention heeft de eerste plek in handen nu op dit moment. En dat betekent dus dat hij als eerste gefinished is. De rest heeft er eigenlijk allemaal net te lang over gedaan om op te finishen. Dus dat betekent dat wij een winnaar hebben. En dat is Attention van deze ronde. Gefeliciteerd. Is Attention nog aanwezig in de chat? Helemaal goed. Dan ga ik hem overzetten naar het wiel. En dan gaan we voor jou draaien. Komt-ie. Oh, gaat hij op de... Oh, nee, net eroverheen. Gaat hij dan stoppen op de 9 of op de 8, is dan nu de vraag. Stopt hij op de 8 of stopt hij op de 9? Hij stopt op de 8. 25 BC points for Attention. Gefeliciteerd. Heel mooi, heel veel succes. Dan gaan we nu de laatste wedstrijd doen. Oh, helaas hè. Ja, we gaan de laatste map inladen. En dan gaan wij, hoe zal ik het zeggen? Een langzaam een einde aanmaken. Aan de stream. Dus als ik even ga kijken, dan pak ik even een Mario Kart map erbij. Die hebben we al eens eerder gedaan. Iedereen kan inmiddels weer gaan joinen één voor één. Vergeet niet de uitroepteken join te doen als je mee wilt doen met deze laatste wedstrijd van vanavond. Deze map kennen we nog van de vorige keer. Het was een leuke map om te spelen. Het is gebaseerd op de Mario Kart Donkey Kong Track. Leuke map om te racen sowieso. Wij hebben hier alle racers die we kunnen spannen. Dus dat is een ding op zichzelf. Ga ik jou even naar 8 zetten. Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ik tel de 7. Iemand die nog niet in dit lijstje staat, vergeet niet eventjes op uitroepteken join te doen.
Nee, niemand meer. Oké, nou in dat geval ga ik hem starten. Al moet ik zeggen, onze Bonnie Brouwer zit er nog niet in en die heeft de join verkeerd geschreven. Oké, daar is ze. Gelukkig, net op tijd. Ga ik nog even de nametags aanzetten en dan laat ik hem op 8 staan. En dan zal ik even voor deze ronde even deselect all doen en even lekker de zilver kleuren en een speciale regenboogskin kiezen voor de spelers. Dan ga ik racing openen. Ik zet hem op 3 rondes. En dan zeg ik succes. Oh, hij heeft weer random ballen gepakt. Nou goed. Moet ik nog eens een keer naar kijken. Daar gaan ze. Alle 8 de ballen voor de laatste race van vanavond. Afgeschoten door het kanon. Zo, hoppa, naar de andere kant toe. Om vervolgens hier weer op de baan verder te gaan. En zo zie je dus dat Nootjesbon de leiding neemt op dit moment. Met Kevin op de voet gevolgd. Daarachter, attention. Bonnie Brouwer. Flap Drollen 1, 2, 3. Haagschopje, Phoenix en Liz Sabrina. Kom op, Sabrina. Laten we nou eens jou laten winnen deze keer. Kom op. Beetje gas bijgeven, Sabrina. Gewoon Kevin heeft de eerste ronde afgelegd, in ieder geval. Nootjesbon was het daar niet mee eens en die heeft hem maar gelijk even ingehaald. Maar onze stand is een beetje aan het schuiven en shuffelen. Kom op, Sabrina. Je kan het. Je kan het. Kleine benen, grote benen. Je holt wel. Kom op. Trek ze in. Lekker rollen. Nootjesbon is nog steeds op de eerste plek. En begint nu aan zijn laatste ronde. En dan is natuurlijk de vraag: gaat hij die winnen of juist niet? Zo te zien is Attention in de tweede plaats geschoten, gevolgd door Phoenix, Bonnie, Flapdrollen, Kevin, Haagschopje en Liz Sabrina. Maar er zijn alweer wijzigingen plaats aan het vinden in de race, want Flapdrollen is omhoog aan het schieten. Phoenix vindt dat niet leuk, dus die gaat er natuurlijk uiteraard tegenin. Liz Sabrina zit nog steeds heel erg ver achter de rest. Maar het ziet er langzaam een beetje uit dat we onze winnaar gaan hebben. Ja hoor, een Nootjesbon heeft gewonnen. De rest gaat nu allemaal langzaam binnenkomen. In de hoop dat het natuurlijk allemaal op tijd is. Dan ga ik natuurlijk achter mijn oren krabben waarom Liz Sabrina zo ver achter is geraakt weer. Oh. Nog een enkel ogenblikje en dan zou ze DNF hebben. Ja, ze is helaas een DNF geworden. Maar dat betekent wel dat we een winnaar hebben en dat is de Nootjesbon 21. Gefeliciteerd. Laten we maar eens naar de laatste ronde gaan op het wiel. En laten we maar lekker gaan spinnen dan. Oh, gaan we de jackpot er nog een keer uitgooien of juist niet? Uiteraard, omdat dit de laatste ronde is. Stel dat je op de 10 zou stoppen en dan worden dat 25 BC points. Dat is het er niet. We zitten nu op 8. 7. Hij gaat nog best hard. 6. 5. Ja, 25 punten. Ja hoor, heel netjes. Dat was een kantje boord, maar wel 25 punten erbij. Nou was dit een hele gezellige avond vanavond op de stream. Ik vond het heel erg leuk. Ik hoop jullie volgende week zaterdag weer te zien in de livestream. En dat we dan weer lekker verder gaan racen voor nog meer punten. Vergeet niet, je kan de punten ten alle tijde onderin gebruiken in de Steamshop voor geluidsfragmenten. Of je kan ze opsparen voor een fysieke prijs. Mits je in Nederland of België woont uiteraard. En dan bedank ik iedereen hartelijk voor de stream. En ik zie jullie allemaal de volgende keer weer. Tot dan!